Ieder jaar krijgt een kunstenaar de opdracht om een grafisch werk te creëren met Nijmegen als inspiratiebron. De zogenaamde Nijmegenprent wordt verzorgd door Intermedi Art. Dit jaar is de 25e en tevens laatste editie. Kunstenaar Diana Huidst krijgt de eer om met haar serie 12 gezichten op de Waal bij Nijmegen het jaarlijkse kunstevenement af te sluiten. Vorig jaar waren we in Borken, een grafiektentoonstelling in Duitsland. En dan lopen we naar rond en op een gegeven moment, potverdikkie, dat is toch een mooi beeld dat hij daar hangt. Die zou nou wel eens een Nijmegenprent kunnen maken. Nou ja, dat vraag je dan, je legt contact, het moet een beetje klikken. Ik nodig ze uit om naar Nijmegen te komen. En dan verwend ik die kunstenaar natuurlijk geleerd, omdat ze dan, ja, ik moet natuurlijk de motivatie krijgen dat ze zich echt inspannen om iets heel moois van Nijmegen te maken. Nou, en dan kan je vertellen dat het bij Diana wel gelukt. Want we waren nog een dag hadden we in Nijmegen gefietst, of ze was al verliefd op deze stad. Ja, en dan zit je natuurlijk goed. Nou, eigenlijk, Theo die heeft me een dag lang door Nijmegen heen gegidst. En het was een hele sombere dag, weet ik nog, met veel mist en zo. Vandaar, dat kun je ook zien op de eerste prent. Die is vanuit de boven, vanaf de Stevenskerk genomen. Ze maakt zelf de drukvormen en zelf drukt ze af. Hè. Dat is al een hele techniek, het is al een vak op zich. Maar ja, goed, het is met die schablonen en met en linoleumsleden. Ja, dat moet je echt heel erg goed doen. Dan moet je echt een vaste hand hebben, artistiek inzicht hebben. En wat ik ook heel bijzonder vind eigenlijk is de compositie. De kleuren bij mij die worden door de schablonen bepaald. Dat zijn dus de uitgesneden stukjes waar je de verf doorheen drukt, rolt. En dat hele proces, dat neemt behoorlijk veel tijd in beslag, alles al met al. En als laatste druk je het zwart, de linoleum eroverheen. En dan moet het nog drogen een tijdje. Wat ik ook heel veel doe is Google Street View. Dat is fantastisch. Eén na laatste print van de gezin met het kindje wat wegvlucht voor de regen. Dat zag ik inderdaad bij Lent op de Street View. En dat gebruik ik dan in zo'n print.